Heeft u gehoord dat per 1 april 2012 er geen sloopvergunning meer hoeft aangevraagd te worden voor particulieren en bedrijven? Nee, dat heb ik niet gehoord. En als u nou iets zou mogen slopen, wat zou u dan willen slopen? Nou, ik woon in een huurwoning. Dus als ik iets zou willen slopen, dan is er op dit moment helemaal niets. Ik woon in het Soeskwartier en normaal als ik dan voorbij de Dirk kwam, dan keek ik gewoon al naar de Koppelpoort. En dat vond ik altijd heel erg prachtig om te zien. Want ik ben een ras echte Amersfoorter. Maar nu wordt het echt een beetje verblind door het fantastische mooie nieuwbouw. Nee, dat zou voor mij apart wel weer plat mogen. Wat zou ik willen slopen? Er zijn wel een aantal panden die ik zou willen slopen. Maar ik moet even goed nadenken wat ik zou willen slopen. Dat is een lastige. Het is wat nieuwbouw, zeg maar, die we wel zouden kunnen slopen. Zo, rond het Eenplein. Waarom dus er is een toren gebouwd, vlakbij de Koppelpoort. Maar die moet gewoon neer. Dan hoef je ook geen vergunning, helemaal niet. Dat is gewoon een godsmee dat gebeurd is. Ja, dat vind ik het gebouw aan de Stadsring. En waarom het gebouw aan de Stadsring? Omdat dat niet in harmonie is met het oorspronkelijke beeld van de Stadsring, wat een singel is geweest. Nee, Amersfoort hebben heel veel mooie gebouwen. Omdat je zegt, gebouw slopen, ik zou niet direct weten welke. Onze regering. Waarom zou u dat willen slopen? Ja, weet je, het wordt allemaal veel moeilijker om je... om alles draaiende te houden ook en financieel. Het is gewoon bijna niet meer te doen.